als je ziet, met name ook met wat voor materiaal wij werkt, dan denk ik niet dat je kunt zeggen dat wij een onderwijs bedrijf zijn. Helemaal niet juist. Nou, we hebben hier een mestinjecteur staan voor het injecteren van de drijfmest. Moderne machines die boeren kunnen huren. We kunnen ons wel vergelijken zeg maar, met een particulier loonbedrijf, met een gewoon opererend loonbedrijf. Alleen de organisatiestructuur eromheen is net een beetje anders. Zonder winstoogmerk. Precies, dat is het. De coöperatie heeft 11 mannen vast in dienst. En dat is de vaste club. En daarnaast hebben wij in het seizoen gedurende, afhankelijk van wanneer de pieken bent, hebben wij de losse jongens bij. Die huren wij. Ik zeg altijd zo, loonwerk is een jongensdroom. Over het algemeen vinden jongens ook die hier werken, die vinden dat gewoon geweldig mooi. Dit zijn de moderne werktuigen van een 100-jarige. Past een coöperatie nog wel bij deze tijd? Jawel hoor. Ik zal haast zeggen, wij plakken zo nog 100 jaar achteraan. Waarom? Nou, omdat ik zie gewoon mogelijkheden. In de schaalvergroting in de agrarische sector, dat heeft gewoon de laatste jaren neemt het enorme opgang. En dat biedt ook kansen voor de loonwerkers. Op vrijdag 15 maart is het EO-feest. Iedereen is dan van harte welkom tijdens de open dag.